Ik ben bij iedere zaak eigenlijk wel heel gedreven om mensen recht te doen. Ik ben Sara Abraham. We zijn hier op Justitieel Complex Schiphol. Ik werk hier voor de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, onderdeel van Veiligheid en Justitie. Er wordt hier gehoord en beslist op asielaanvragen. Ik haal even een dossier op bij de planning. Even kijken, hier is de dossierkast voor alle mensen die via de grensprocedure dus binnenkomen. En je leest iemands verhaal, je kijkt of de identiteit vaststaat, of dat er twijfel over is, dat is het beginpunt. En dan iemands verhaal, waarom heeft iemand zijn land verlaten? Het is interessant, het is soms pijnlijk, omdat er hele trieste verhalen bij zitten. Ik weet niet, het is een van die gehoren, die heb ik eens per jaar of zo, of twee keer per jaar, dat je het zelf moeilijk droog houdt, eerlijk gezegd. Ik vind dat je wel een mens moet zijn om hier te werken. En mensen die een beroep doen op hun seksuele geaardheid, dan heb je dus tijdens een gehoor, bijna de hele dag, zo niet twee, gesprekken over iemands, over iemands seksualiteit. Daar moet ik toch een zwart-wit beslissing in nemen. Ja, dat is belangrijk in dit werk, dat je dat kan. Ik ben niet een helper, ik ben een ambtenaar, ik faciliteer en ik verleen een dienst, maar ik ben geen hulpverlener. Het is erg leuk. Het is boeiend en belangrijk.